niet veel nieuws, denk ik. Ik heb de afgelopen jaren mijn pad een beetje gevonden als ondersteunende kracht, om het zo maar te noemen. En dat betekent dat je eigenlijk moet omgaan met de situatie zoals die ontstaat. Kijk, als wij direct in een positie komen dat we met één of meerdere in het klassementkort staan, dan is het zaak om die mannen te beschermen. En als we moeten omschakelen door welke omstandigheden dan ook, zoals we in de Giro hebben moeten doen, dan wordt er van je verwacht dat je jezelf actiever in de aanval trekt of actiever in beeld rijdt. Ja, in principe kan dat altijd. In principe, zolang je niet daarmee je eigen mensen in de weg rijdt, kan je altijd je eigen kans rijden. Alleen die moet je wel zelf creëren en daarvoor moet je zelf sterk genoeg zijn om dat te doen. Natuurlijk is het makkelijk om aan tafel aan het eind van de dag Nederlands te praten, maar je moet niet vergeten, en dat heb ik zelf ook ondervonden toen ik in Franse dienst fietste, dat die jongens die niet die taal spreken zich ook wel verloren kunnen voelen zodra je dat doet. Dus het is belangrijk om elkaar erbij te blijven betrekken. Als we aan de verwachtingen van onszelf hebben voldaan, en de verwachtingen zijn nogmaals gezegd, die zijn best wel hoog en de ambitie ligt hier best wel groot. Alleen dat mag ook met dit materiaal en het is te hopen dat we het waar kunnen maken en dat we over 3 weken kunnen zeggen van goed, we hebben niks laten liggen. En dat wil niet zeggen dat je die Vuelta moet winnen, maar als je de hoogst haalbare resultaten, de hoogst haalbare plaatsen eruit hebt gesleept met z'n allen, dan je kan, als het even kan, met 9 mannen ook in Madrid komen, dan mag je tevreden zijn.